In het kader van cultureel platform bij Boekhandel Scheltema gaat u kijken naar een workshop door Reiki-master Clemens Dokman. Naar aanleiding van het uitkomen van het originele Reiki-handboek van de Japanner Dr. Mikao Uzui. Wel, omdat dit boek, zeg maar in die hele enorme reeks van boeken over Reiki die er de laatste jaren verschenen zijn, wel een heel bijzondere plaats inneemt. Namelijk, voor het eerst worden in dit boek de woorden van de stichter van Reiki, Mikao Uzui, zelf gepubliceerd. Tot nu toe is alle informatie over Reiki gebaseerd op mondelinge overlevering. Er was nooit iets bekend in geschreven vorm van de stichter zelf. Nou, dat is nu voor het eerst gepubliceerd en daarom hebben wij deze presentatie georganiseerd, omdat dit boek toch wel een hele unieke en uitzonderlijke plaats inneemt in die hele grote stroom van literatuur over Reiki, zoals u zelf ook al goed kent. Nog even een paar woorden iets over het ontstaan van dit boek. In 1997, 3 jaar geleden, ontdekte de auteur, Frank Petter, dus dat is een in Japan wonende Duitse Reiki-master, een klein Reiki-centrum in Tokio, dat een directe voortzetting was van een in 1922 door Uzui zelf gesticht centrum. Het bestaan hiervan was buiten Japan niet bekend. En ook het Reiki-centrum zelf had geen contact met westerse Reiki-centrum. En volgens de Japanse leden van dit centrum was ook de opvolging van Uzui anders geregeld dan in het Westen gedacht wordt. En ook allerlei andere aspecten van Reiki werden in Japan heel anders benaderd dan in het Westen. Zo bleek er bijvoorbeeld een Reiki-handboek te bestaan dat door Uzui zelf geschreven was en samengesteld en dat hij destijds zelf aan zijn leerlingen gaf. Terwijl de westerse Reiki-technieken allemaal gebaseerd zijn op mondelinge overlevering van leraar op leerling. In de veronderstelling dat er geen geschreven teksten bestonden. Dit boek, dat uit verschillende onderdelen bestond, was kennelijk nog niet eerder in westerse handen geweest. En zeker nog niet vertaald. En met behulp van zijn Japanse vrouw, Shetna, begon Petter dit te vertalen. En delen eruit, de inleiding, een interview met Uzui zelf en een verzameling gedichten werden reeds 1,5 jaar geleden gepubliceerd in het Duits en in het Engels onder de titel De Erfenis van Dr. Uzui. En het praktische deel, dus de handposities en de behandelingstechnieken, die worden nu in dit boek in het Nederlands uitgebracht. Uzui's handboek zelf bevat geen illustraties, maar om alles te verduidelijken heeft Petter van elke beschreven positie heel gedetailleerde kleurenfoto's gemaakt. En die staan dus wel allemaal in het boek. Petter zelf die zegt hierover: in het Westen werd ons altijd verteld dat Reiki een mondelinge traditie was. Ik heb er geen idee van hoe dit verhaal ontstaan is. Want iedere voorzitter van de Uzui Reiki Ryoho Gakkei, dat is de naam van het Japanse Reiki-centrum, die gaf dit handboek aan zijn studenten, inclusief Uzui zelf. Met een kristalheldere uitleg over hoe en wanneer Reiki te gebruiken. En uit dit handboek en via aanvullende informatie van het hoofd van dat centrum hebben we vele Japanse Reiki-technieken geleerd die tot nu toe onbekend waren in het Westen. En na enkele jaren te hebben geoefend met deze technieken hebben Shetna en ik besloten om ze te gaan onderwijzen aan de Reiki-gemeenschap over de hele wereld en om ze te publiceren. Tot zover Petter. Ik heb Frank gebeld en ik heb contact met hem gehad en ik zeg, is er iets wat je zou willen zeggen? Wat ik kan zeggen namens jou. Hij zegt, eigenlijk zou ik maar één ding willen en dat jullie met elkaar de eerste pijler van Reiki gaan beoefenen. Dus voor de mensen die Reiki hebben wil ik vragen om dadelijk de Gassho te gaan doen. De Gassho is één van de 3 Reiki pijlers. En de Gassho is een korte meditatie waarin je de handen samenvouwt en de concentratie op de middelvingers laat rusten. Gassho letterlijk betekent handen samen. En ik zou graag daarmee willen beginnen. Een paar minuutjes om even de energie op te bouwen en even tot een slag te komen. We beginnen met handen samen. En het enige wat je doet is dus concentreren
op de middelvingers. En iedere keer als de gedachte weggaat, kom je weer terug bij dat punt. En bij de Kasho, voor de mensen die dat kennen, horen de vijf Reiki-principes. En ik zal ze doen in het Japans. Jullie mogen ze zelf herhalen in het Nederlands. Terwijl je in Kasho zit, herhaal je Kyo Dakiwa. Alleen vandaag. Okoruna. Maak je niet boos. Shinpai Tsuna. Maak je vandaag geen zorgen. Kanshashite. Werk hard. Go Agimi. Wees vriendelijk voor anderen. Hitoni Shinshetsu. Wees dankbaar. Degenen die Reiki kennen, die weten dat, dat je als Reiki beoefenaar ben je een kanaal en laat je het Reiki stromen. En om een zuiver kanaal te zijn, is het belangrijk dat je huis schoon is en dat je eerst leeg bent en vandaar ook de Kasho. Als je deze meditatie doet, één of liefst twee keer per dag, voor zo'n 20 minuten in de ochtend en de avond, en je herhaalt de vijf Reiki principes. Het is gezegd, als je dat 3 maanden volhoudt, verandert je leven op een drastische wijze. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. Wie was die Mikao Usui eigenlijk? Er zijn veel verhalen geschreven. Verhalen over dat het een professor was op een universiteit. Een professor in de godsdienst. En dat hij voor een vraag gesteld werd door zijn leerlingen. Weet u waarom Christus kon genezen? En als u daar zo zeker van bent, kunt u dat dan ook bewijzen. Men zegt dat het in Japan traditie is als een sensei of een leraar geen antwoord weet, dan neemt u ontslag en dan gaat u zoeken naar het antwoord. Dit is de mythe die is ontstaan rond Usui. We zijn er nu inmiddels achter, door de tekst op de gedenksteen bij het graf van dokter Usui, dat hij nooit professor is geweest. Maar dat het een zakenman is geweest en dat hij op een gegeven moment in zijn leven berooid achterbleef, failliet gegaan is en op zoek ging naar de diepere waarheid in het leven. Hoe menselijk. Hij was getrouwd, had 2 kinderen en boeddhist. Waarom dan toch die verschillen in de verhalen? Nou, als je bedenkt dat Hawaio Takata, die Reiki naar het westen heeft gebracht, in een Amerika kwam wat pro-christelijk was. En op het moment dat zo'n beetje Pearl Harbor werd gebombardeerd door de Japanners, je kan je voorstellen als ze een verhaal over de boeddhistische geneeskunde geïntroduceerd had, dat het niet erg aangeslagen had. Vandaar denk ik dat de waarheid hier en daar een beetje geweld is aangedaan, wat ook begrijpelijk is. Usui heeft zo'n 2000 mensen Reiki geleerd in zijn leven. En hij is daar 4 jaar in actief geweest, van 1922 tot 1926. En toen is hij overleden aan een hartaanval. Hoe mensen. Het geeft een beetje een ander beeld over deze mystieke persoon, Mikao Usui. Is er dan eigenlijk nog wel wat waar van het verhaal zoals we dat kennen over dokter Mikao Usui? En even tezijde, hij was ook nog geen dokter. Maar deze titel is hem wel gegeven uit respect. Ja, er zijn dingen waar. Bijvoorbeeld het doorgegeven krijgen van het systeem Reiki na meditatie. Dat deel is waar. Inderdaad, na een periode, en of dat 21 dagen is geweest, weet eigenlijk ook niemand. Maar na een periode van meditatie heeft hij het Reiki systeem doorgekregen. Dat is interessant. En het is ook interessant hoe Hawaio Takata zich ingespannen heeft om het systeem op haar wijze door te brengen. Anders hadden wij hier niet gezeten. Want de Gakkai, zoals die in Japan bekend is, kent maar 500 leden. Het is een hele besloten gemeenschap. En dat betekent dus, als niemand het naar het westen had gebracht, dan hadden wij Reiki niet gekend zoals we dat nu kunnen. En in de behandeling ben je kanaal zonder te verwachten, zonder uitkomst te vragen, maar gewoon te vertrouwen dat de Lai Chi Ho dat doet wat goed is.
Oké, nou dat geeft een heel ander beeld als dat we hier geleerd hebben. Toen ik mijn Reiki 1 graad ging doen, toen kreeg ik een briefpapiertje met de standaard posities. En werd me verteld met een CD, met een belletje van 3 minuten. Zodra je het belletje hoort, ga je naar de volgende positie. En dat doe je dus 21 keer en dan is het een uur om en dan heb je een Reiki behandeling gegeven. En ik moet zeggen, dat was een manier wat prima voor mij werkte. En daar is ook niets mis mee. Als je kijkt in het originele handboek van Dr. Usui, wordt er een heleboel op intuïtie gedaan, maar ook een heleboel direct behandeld. Bijvoorbeeld, als je een last van je rug hebt, dan zijn er bepaalde posities door Usui beschreven die je dan kan doen. Nou, die posities zijn beschreven en waren soms geïllustreerd met tekeningen. En Ajava heeft een fotoreportage gemaakt om het allemaal duidelijker en overzichtelijker te maken. Dat betekent dus nu dat je naast je intuïtie ook een praktisch werkboek hebt waarvan je kan zeggen, oké, iedereen, ik zoek het op, die en die posities worden geadviseerd. Wil ik nog even terugkomen op Hawaii Takata, omdat dat dus de schakel is tussen Oost en West voor ons. We weten uit een dagboek van Hawaii Takata dat ze op de hoogte was van enkele Japanse rijke technieken zoals geleerd door Dr. Usui. Maar ze heeft ze nooit doorgegeven. En waarom is een raadsel, dat weet ik niet. Het is wel bekend dat die technieken duidelijk beschreven zijn in haar dagboek. En het is ook bekend dat ze verschillende Reiki leraren, het woord masters niet te gebruiken, ingewijd heeft in verschillende manieren. Toch is het waardevol wat ze gedaan heeft. Nogmaals, anders hadden wij hier niet gezeten. Maar ik denk dat het nu tijd is inderdaad voor de oorsprong van het verhaal en voor de krediet. Voor het krediet van de mensen die het systeem hebben ontwikkeld. En dan komen we terug bij de authenticiteit van Reiki en terug bij het werkboek van Usui zelf. Als je al bij de Gakkai binnenkomt, wat als westerling niet mee zal vallen, dan kent men daar een systeem van verschillende Reiki graden. Niet zoals we hier kennen, de 3 Reiki graden of in sommige systemen de 4, maar men kent daar 4 Reiki graden en 3 master graden. Als je binnenkomt, dan betaal je eerst een bepaald bedrag. En uit mijn hoofd is dat iets van $150. En dat betaal je voor je leven. Dus dat is een eenmalig lidmaatschap. Het is niet makkelijk om binnen te komen. Dat is de andere kant. Daarna is er iedere week gelegenheid om Reiki te praktiseren. En voor die bijeenkomst betaal je een $12 ongerekend. Alhoewel die prijzen natuurlijk fluctueren. Maar ongeveer zeg maar een 25 gulden. Per bijeenkomst en dan kan je Reiki praktiseren en daar lopen dan Reiki Masters rond. En als je er binnenkomt, dan pakt men je 2 handen vast, zo, met 1 hand. Men voelt en men zegt, jij bent Reiki 1 of jij bent Reiki 2. En dat is de manier van gradatie. Verder zijn er dus 4 initiaties wat wij de Reiki 1 graad noemen. 2 initiaties wat wij de Reiki 2 graad noemen. En dat is dus de 6. En dan hebben we 3 mastergraden. De mastergraad is weggelegd aan 5 mensen op het moment. Dus dat is 1% van de hele Gakkai-beweging. Daarnaast zijn er ook nog verschillende stromingen in Japan. Er zijn 5 verschillende Reiki-stromingen. En je ziet dat Hayashi bijvoorbeeld, men vermoedt dat Hayashi tijdens het leven van Dr. Usui al afgesplitst is van de Gakkai. Zijn eigen weg is gegaan. Ach, niets menselijk is soms vreemd. Dus men ziet daar al een devidatie, een afsplitsing, die zich waarschijnlijk heeft geleid tot uiteindelijk de westerse vorm van Reiki. Toen Frank zijn vrouw liet bellen naar het informatiepunt wat ze gekregen hadden, toen kregen ze Madame Koyama aan de lijn. Madame Koyama die was destijds in 1998 92 jaar. Ze is in 1999 al 93-jarige leeftijd overleden. En ze vroeg zich af wat die westerlingen dan wel niet wilden met die Reiki-vorm. En ze wilden er eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. Maar goed, dus ze heeft toch wat vragen beantwoord. En ze heeft daar toestemming voor gegeven. Zij is ook degene die toestemming heeft gegeven aan Monsieur Doi. En Monsieur Doi is de enige Japaner die toegestaan is om buiten de Gakkai aan westerlingen les te geven. Frank is daar ook geweest op zijn training in Vancouver. In afgelopen september.
en heeft er ook weer het een en ander bij geleerd. En je ziet ook dat Doi verschillende technieken heeft ontwikkeld, verschillende reiki technieken. En zo ook Madame Koyama. Je ziet dat het systeem nog steeds groeiend is. Vandaar ook dat het originele handboek, hoe compleet het ook is, nooit compleet zal worden omdat reiki groeit. Het is een evolutie. Japan is een besloten gemeenschap. Als je aan Japanners vraagt wat is je buurland, zeggen ze we hebben geen buren, we hebben alleen water. En dat illustreert hoe die geest is. In Japan is geen woord voor ik. Japan heeft het over hart, mij, wij of ik. En het is allemaal hetzelfde woord. Dat is interessant. Het is interessant om te zien. De Gakkai bijvoorbeeld, die komt er niet zomaar binnen. Als hier bijvoorbeeld het te druk had geweest, dan had ik met Kert de volgende keer gezorgd dat er een grotere ruimte was. In Japan hoeft dat niet. Ik bedoel, dan is genoeg is gewoon genoeg. Ze hebben ook geen ambitie om groter dan 500 leden te worden. En als er eens eentje doodgaat, dan gaan ze eens kijken of dat ze weer eens iemand anders kunnen halen. Het is een hele besloten gemeenschap. Als je als Japanner uit je gemeenschap gaat, is het heel erg moeilijk om er weer terug in te komen. Niemand praat over wat er binnen het groepje gebeurt. En het is puur door leiding, denk ik, en door allerlei toevalligheden dat Frank aan deze informatie is gekomen. En er ook heeft voor kunnen zorgen dat dat vertaald werd naar onze landen en dat we wat beter inzicht krijgen. En ik denk ook dat het de juiste tijd is om met deze informatie aan de slag te gaan. We hebben lang genoeg de verhalen gevolgd die soms strookten met het gevoel in ons hart. En nu kunnen we dus meer ons eigen gevoel gaan volgen en kijken wat we van deze informatie op kunnen pikken.
Dit was de Reiki-demonstratie bij Boekhandel Scheltema. De komende maand juni staat in teken van het maand van het spannende boek. En daarin zijn we tal van activiteiten te verwachten in de winkel. Waaronder een forum met een aantal crime-schrijvers. Dus houd je op de hoogte, kom naar Boekhandel Scheltema en kijk in het programma.